Welkom allemaal. Leuk dat jullie kijken. Mijn naam is Lea Youssef en vandaag zou ik jullie graag iets nieuws willen vertellen over het SVP. Zoals jullie weten organiseert het SVP jaarlijks leuke en spirituele activiteiten. En zijn we gegroeid naar lokale SVP-comité's binnen onze kerken door heel Nederland. Maar waar wij vandaag graag bij willen stilstaan is een hoogtepunt voor ons. We zijn hier al een aantal jaar mee bezig en dankzij jullie steun hebben wij dit nu waar kunnen maken. Dit is namelijk dat het SVP erin geslaagd is om haar eerste jeugdwerker in dienst te nemen. We zijn hier erg enthousiast over en ik persoonlijk kan hier nog de hele dag over praten. Maar ik ken iemand die hier nog veel meer over kan vertellen. En dat is onze jeugdwerker zelf. Het SVP die zou graag het licht door willen geven. Hallo allemaal, mijn naam is Ruben en sinds januari ben ik aan het werk voor het SCJP als jeugdwerker. De jeugdwerker valt onder een team van het SCJP waarbij ik samenwerk met verschillende mensen onder toezicht van onze bisschop. Ik ondersteun in mijn werk het SCJP, de jongeren van het SCJP, maar ook mensen daarbuiten. We hebben soms moeite met het begrijpen van onze eeuwenoude Syrische traditie en veel van onze jongeren zitten daarom ook met vragen. En soms worden die vragen niet beantwoord. En dan verliezen jongeren hun interesse en soms zelfs het geloof in zijn geheel. We denken hierbij aan het verhaal van de verloren zoon. Want net als de verloren zoon terugkwam bij zijn vader en werd verwelkomd, willen wij, zij die verloren waren, met liefde ontvangen. Ik richt mij op vragen van deze jongeren. Waar zitten zij nou mee? En waarom is de kerk nog relevant voor hen? En wat kan de kerk voor hen betekenen? Ook ouders die zich geen raad meer weten, kunnen bij mij terecht en samen kijken we naar wat we kunnen doen. De liefde van onze Heer Jezus Christus is hierbij het belangrijkste. Daarnaast begeleid ik ook bekeerlingen, doopleerlingen die we catechumenen noemen. Zij worden wegwijs gemaakt in ons geloof en in onze kerk. En sommige van hen komen tot het geloof door vrienden of na een lange zoektocht. En weer anderen komen tot ons geloof omdat ze willen trouwen met iemand uit onze gemeenschap. Wat de reden ook is, we nemen hen graag op in onze gemeenschap met liefde. We vinden het belangrijk dat we met z'n allen kunnen groeien in ons geloof. Dat we samen kunnen zijn en een echte familie mogen vormen. Daarom willen we naast de kerkdiensten ook graag samenkomen om de Bijbel, de kerkvaders en onze traditie te bestuderen. En daarom komen wij eenmaal per week samen. Meestal is dit op de vrijdagavond. Deze avond is gezellig. Er is genoeg ruimte om met elkaar te spreken over van alles en nog wat en we leren samen groeien in Christus. Ben jij hier ook bij? De volgende keer? Hou ons social media daarvoor in de gaten. Om dit allemaal in stand te houden en nog beter te maken en om nog meer jongeren te kunnen bereiken, vragen wij jullie hulp. Dit alles doen we natuurlijk met zegen van onze geliefde bisschop die ons altijd helpt en bijstaat. Sayyidna Fkuth. غلب سیحوینا بالیمه و بالیمو تو دیمرایت دند بولند. اللهم بارخ بیتش مشتثه و بو عملثه. تکو سیمیل لوش پدالوه و دیعی تیده ایقارشت. موقع خود از اویه پی زیخنه. ان آلن دی هد اندرسته. ان بلی فورال helpen en steunen. Amen.